Welkom iedereen bij mijn Let's Play van Mega Man X4. In het vorige deel versloegen we Frost Walrus. In dit deel Jet Stingray. He destroyed the city and escaped to the sea. In het vorige deel heb ik al gezegd aan het eindstuk. We gaan het Spark Mandrel syndroom uitvoeren. Precies zoals het hoort. Dus, ijs op deze gozer. Fucking handig. Hop. Ah, dit is een land chaser. Voor mensen die willen weten wat het is. Op zich ben ik geen fan van deze levels. Ik heb ook eerder gezegd dat ik niet echt compleet faal in race games. Maar er gebeurt zoveel van het scherm dat ik soms niet eens weet waar ik naartoe moet. Dus wil je het rustig aan doen? Gewoon aan de achterkant van het level zitten. En is het goed. Ook hier kan je weer een item krijgen. En niet door de mijnen lopen. Zal zeer handig zijn. Oké. Heb je twee jumps gemaakt? Derde jump, niet springen. De derde jump mag je... Kan je de health tank krijgen. Woep. Ik heb het één keer gehad dat ik de land chaser net dood ging voor het eindstuk. Dat is zo vervelend. En dan ben ik er doorheen. Wheelie. En als jullie dachten dat dat de enige area was met een land chaser, jullie hadden het mis. Oké, mensen die van technologie zijn, alsjeblieft, maak dit. Dit is awesome. Dit is een fucking awesome voertuig. Oké, even onthouden. Ja, hier moet je springen. En hier moet je ook springen. Vergeet je het? Ik heb het heel vaak gehad. Dan ben je snel dood. Dat is een instant death. Oké, even onthouden. Hoe moest... Zometeen hebben we een stuk, dan moet ik gaan springen. Ik ben alleen vergeten waar het is. Ja. Daar is het. En daar is de laatste energy tank. En dan ga ik dood. En daar is het einde. Ik ga dood op het einde. Jezus. Oké. Dit vind ik wel geinig, dat Jet Stingray gewoon hier staat. Hallo Jet Stingray. En laat hem meteen zijn aanval zien wat hij kan doen. Zijn aanval is kleine minions naar me toe sturen. Echt, serieus. Deze gozer is fucking OP. Nee. Op zich is hij een van de makkelijkste boss battles van het hele spel. Ik heb al gezegd, Web Spider is de vervelendste. Fuck, 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 fuck! Ja, fuck it. Mag ik een health? Dank u. Ik ga waarschijnlijk misschien nog een stuk terug doen of niet. Ligt eraan hoe erg ik ga falen in de final boss battle. Oké, ja. I am impressed that you found me. But your search is over. Get ready, X. Oh, dat was echt de slechtste stem ooit. Oké. Frost Tower, hier heb je voor nodig. Voornamelijk omdat, nou ja, Frost Tower is hier handig. En die gozer blijft er toch vast in zitten. Oké, even onthouden. Waar is hij? Ja, hier. Aha. Fucking hell. Je moet precies hoog genoeg springen, wil je hem hebben. Dus op zich... Een beetje Spark Mandrel syndroom is dit wel. Hup. En zover ben ik ook eigenlijk in mijn oversessie. Ik heb de final boss battle nog niet gehad. Ik vergeet ook echt fucking vaak waar die fucking gozer spawnt. Hup. Oké, nou ga je rechts staan. Als je een braaf jongen bent. Fucking hell, waarom ben je gewoon niet braaf?
Ja, heel leuk geprobeerd. Ja, soms kan het nog proberen. Dan gaat hij door zijn ijs heen. Oké, wil je nou aan de rechterkant gaan spawnen of blijf je telkens links? Oké, jij blijft telkens links. Oké, dat mag. Ja, kijk, dit is ook gewoon een schild, hè, dus... Op zich is dit echt Spark Mandrel syndroom op zijn beste. Ik weet soms ook gewoon wat hij gaat doen. Want ik kan geen schade oplopen, want al zijn aanvallen kunnen worden gestopt met de frosttouwen. Al zijn aanvallen. Hop. En je bent al dood. Een curieus spel waar ik niet zo snel een faal. Ook al moet de final boss battle nog komen. Hé, hey, we gingen uit het water, dat is cool. Raadsel wie we die gaan gebruiken. Fires mini stingray drones that race across the ground. Effective against enemies on walls and floors. Push down while the stingray to command them to fall. En nu ben ik verder aan mijn oefensessie. Nou ja, hier ben ik dan een deel. Volgende deel, laatste Maverick. Ik hoop dat jullie genoten hebben en ik zie jullie de volgende keer weer. Doei!